ben erg vereerd dat ik hem aan mag kondigen. Want dit is misschien wel de allerlaatste keer dat we hem überhaupt gezien op WordCamp. Ik hoop van niet. Nee, ik kom nog wel een keertje terug hoor. Misschien nog ergens vermoord, want hij gaat volgende maand. Ja. Gaat hij reizen en eerst naar Oostenrijk skiën en daarna naar Azië. Daarvoor zegt hij zijn huidige baan bij Level op. Waar hij als developer al heel veel ervaring heeft opgedaan met werken in een team en in een groeiend team. Want Level is inmiddels uitgegroeid van het kleine tweepersoons bureautje in Rotterdam tot een groep van 21 man. En personen. Hm? Personen. Personen. 50-50 dames, heren. Oh, kijk. Ja, ja. Dat is wel een heel mooi percentage. En dan is het niet meer zo handig als iedereen gewoon alles in zijn functions.php gooit. En mensen moeten gewoon wel met elkaar op dezelfde lijn zitten. En hoe doe je dat nou in een groot team? Daar gaat Garmé alles over vertellen. Dus dankjewel. Een goede introductie. Ik kan gewoon een paar slides wel skippen. Dan, prima. Gijmer Martinez, ik ga gelijk even door. Het landschap inderdaad wat je net schetste. We zijn van een team, toen ik bij Level kwam werken, denk ongeveer 4 personen. Drie, vier personen die werkten aan projecten. Zat je vaak in je eentje aan een project. Nu hebben we een project waar je met 2, 3 developers werkt. Een designer, een projectmanager. Als een project klaar en opgeleverd is, dan heb je onderhoud. Daar worden nieuwe features eigenlijk op doorontwikkeld. Features worden eigenlijk geschrapt. Je hebt niet altijd de mogelijkheid om nog even iemand aan zijn jasje te trekken van hey, hoe heb jij dit ook alweer gedaan? Of als origineel team de boel over te dragen van nou, ik heb dit precies zo uitgevoerd en dit stukje code staat hier. En dat valt allemaal zo'n beetje in elkaar. En al dat uitleggen, dat is ook met onboarding van nieuwe developers, is dat gewoon een overhead die je hebt, die wil je eigenlijk niet. Dus je moet wat afspraken maken. Je moet kijken hoe je samen een aanpak met elkaar afstemt die duidelijk is. En wij hebben daarvoor een modulaire aanpak bedacht die eigenlijk wel generiek binnen de internetwereld, developmentwereld. We verzinnen niks nieuws, dus we spreken gewoon wat standaarden af. Wat probleem proberen we eigenlijk op te lossen? Want het is een hele zin. Hier kunnen we even lezen. Bij ons draaien projecten langer dan 3-4 jaar. We hebben een project draaien dat nu iets van 7 jaar eigenlijk al draait. En het draait gewoon prima. Updates geven eraan. Geen nieuwe gekke features. Valt niet om. Is prima. En het doet het gewoon. Wat ik net al zei. Sommige nieuwe personen die eraan werken. Kunnen vinden waar ja, iets staat. Het is op een bepaalde logische manier opgedeeld. Dat is wel even geleden, maar dit is een klein project. De projecten waar we nu op zitten, die zijn gewoon veel groter. En dat vergt gewoon een andere methodiek. Dit is een slide, die had ik erin zitten. Zelfs slechte code kan functioneren. Soms kan het wel zijn dat je ik skip deze, maar wat ik hiermee eigenlijk bedoel is dat soms kan er wel eens code in zitten dat je het moet. Ik skip hem gewoon, want het is veel. Ik had hem gewoon eruit moeten halen. Ja, heel simpel. De analyse. We hebben ik heb een project gedraaid samen met Mike. Ik ben blij dat hij er is. Kan ik hem aanwijzen als iets fout op de website is. Het is een project, het heet Financial Focus. Het is een financieel platform voor ABN. Voor wat droge stof, tenminste als het niet je interesse is, hebben we toch een leuk ontwerp, een leuke website neergezet. Met wat nieuwsberichten. Ze hebben vlogs, want dat is hip. Ze hebben dossiers, ze willen wat top 5 lijstjes maken. Niet al te complex allemaal, maar
wel heel uitgebreid. Nieuwsbriefinschrijvingen. Dit is gewoon een beetje om te schetsen wat het allemaal, hoe het er ongeveer een beetje eruit ziet. Video's. Dit is allemaal dummy data. Maar we hebben Ralf en zijn Financial Focus vlog die elke dag op de homepagina staat. En ze hebben ook magazines. Het ziet er best wel. Wie vindt dat dit best wel gevarieerd eruit ziet? Dat er niet. Ja? Recht toe, recht aan is. Nou. En onder water hebben we geprobeerd dat we niet voor elk stukje alles uniek hebben geschreven. Dat dingen herbruikbaar zijn. Zodat je op verschillende plekken ook iets kan pakken. En dan zeggen ze, nou, dan zet ik daar neer met de minste effort. Dat is gelukt. En daar zijn we eigenlijk wel heel blij mee. Een detailpagina. Veel meer dan dit is het vaak niet. En wat een leuk onderdeel ervan is, dat is een klein onderdeel, inimini, maar het kan voor wat problemen zorgen. En dat is deze rating. Het is echt een klein onderdeel wat op de oppervlakte, wat je denkt dat het niet zoveel problemen kan zorgen, maar dat was toch op een gegeven moment een ijzerkraker. Op een niet-modulaire aanpak, dan wat jij zei, sommige dingen dan gooi je het in functies bij PHP, dan bouw je het en iemand wil een rating geven, kan je erop klikken en dan is gelijk, als je lekker met je muis eroverheen gaat, JavaScript, allemaal fancy-pensy, interactief, klant helemaal blij. Komt ineens een probleem om de hoek kijken. En het probleem is dat ze niet meer alleen maar onderaan de detailpagina iets willen zien met een rating. Maar ze willen ook op het overzicht een rating laten zien. Dus jij denkt, nou, dan plak ik die rating daarin. Maar ze willen niet dat je daar gaat lopen kunnen stemmen. Dat is wel heel Rotterdams. Gaat lopen liggen, leggen te stemmen daar zo op de archiefpagina. En, sorry, dat staat gewoon op video, goud. Maar dan zou je eigenlijk willen dat die JavaScript interactie daar weg is. Maar omdat je het gewoon lekker straightforward, een soort van beetje spaghetti, één functie doet alles, hebt gebouwd, denk je, ja, verdorie, dan moet ik extra werk gaan en ook moet ik heel dat ding weer uit elkaar gaan lopen trekken. En dan vervolgens willen ze ook nog dat je in een review, in een comment ook nog iets wil reviewen. En dan zeg je, ja, ik heb dat allemaal niet goed opgezet of niet goed over nagedacht. En dan heb je veel meer werk. Als je vanaf het begin af aan de boel netjes op uitgesplitst hebt, dan heb je een stukje wat het visuele gedeelte regelt. Als je dan daar zegt, nou, iets heeft een 2 sterren, dan, ja, het lijkt net een beetje alsof je, wie heeft er wel eens Dragon Ball Z gezien, dat ze dan met z'n tweetjes, nou, gelukkig één iemand. Ja, oké. Nou, ik zeg het altijd, dan heb je hoe het eruit moet zien en je data. En dat gooi je er tegenaan en dan komt het visuele 2 sterren eruit. Wil je daar nog het stemfunctionaliteit erbij hebben, dan zeg je, nou, dan stop ik dat extra Lego blokje, zet ik dan, activeer ik erbij. En dan is het ineens een interactief blokje geworden. Dus omdat je alles netjes opsplitst, kan je zulke dingen beheersbaar maken. En ik geloof nu dat ik net gewoon een paar slides voorloop, dus voor zometeen is het nog makkelijker. We hebben ook wel eens een probleem gehad, wat eigenlijk door de jaren heen is gegroeid. We hebben een project overgenomen, dat hebben anderen opgezet, dat hebben ze met z'n tweetjes en drietjes, strakke deadline. Knallen, knallen, knallen. En daarna wordt er een landingspagina ergens ontworpen. Daar moet een mooie grote extra grote knop op. Nou, die wordt geïmplementeerd. Zoals je al ziet zijn er al een paar. Zie je dat rode stipje eigenlijk een beetje? Niet echt, hè? Nou, daar ga ik er gewoon even naast staan. Als je een beetje ziet, hier zit een wit bordetje omheen. Font sizes zijn anders. Hier zit een lijntje onder. Ik heb een keertje een week deze per ongeluk online laten staan. En toen kwam ik erachter, denk ik, ja, verdorie.
dat is niet handig, maar het is omdat sommige, omdat er vanuit de basis, waren we een paar stapjes vergeten om die basis goed te krijgen, zodat als je erop voortborduurt, dat je altijd ervoor zorgt dat je één en dezelfde styling krijgt. Dat het consequent is, en dat je er niet echt over hoeft na te denken als je een nieuwe button krijgt. Wat ik dus ook uiteindelijk heb gedaan is, ik heb het teruggebracht naar iets met 33% van alle buttons. Alles wat eigenlijk niet goed was, wat net eventjes een uitzondering was. En dan zeiden ze, ja, maar ik wil hem toch groter. Dan zeg ik, ja, dat kan, maar daar wordt de boel inconsistent van. Dat is ook een kwestie van praten met de klant van, je wilt het, maar dat komt niet ten goede van je project. Het is jouw optiek, maar als je dat blijft doen, dan wordt heel je site ook een ratje toe. En dat wordt onrustig. En dat heb ik aangegeven, heb doorgevoerd. Dat is een stuk rustiger geworden. Als je zoiets tegenkomt, een ratje toe, of je begint met een nieuw project, er zijn een paar opties. Wie heeft dit trouwens wel eens meegemaakt? Dat met zo'n wildgroei van een project, dat hij iemand meemaakt, ja. Ik erken dat ik het zelf ook wel, zeg maar, de oorzaak ervan ben. Dus ja, nou ja, kijk, ja. Dus het is, ik steek ook de hand in eigen boezem. Maar als je er nu, zeg maar, wel bewust van bent en voorneemt bij je eerstvolgende project om het goed te doen, ik verklap al een van de opties. Maar een van de opties is wel een quick fix en doorgaan. Waarom zou je dat doen, iemand? Ja, de klant heeft er geen tijd en geld voor. Inderdaad, budget. Het is snel. Tijd. Hetzelfde? Ja. Ja, het is. Dat was het Financial Focus project ervoor. We wisten dat we over 2-3 maanden nieuw ontwerp kregen. We wisten dat we met dat ontwerp een hele nieuwe rewrite kregen. Toen hebben we er toch voor gekozen om even die quick fix door te voeren, eventjes op onze handen te zitten en daarna door te gaan. Is ook gewoon een hele valide optie. Wat ook kan doen is dus dat onderdeel toch herschrijven, net zoals met die buttons. Dan laat je de rest wel intact, maar dat ene stukje wat toch elke keer voor problemen zorgt, dan ga je dat om herschrijven. Zou je dat, zeg maar, vanuit je eigen tijd wil doen, dan het knaagt soms als developer zijnde van, ja, ik wil het rewriten, want het is een doorn in het oog. Soms werkt het ook gewoon prima en dan kan je het, ja, het gewoon laten werken zoals het is. Don't fix it if it's not broken. Soms moet het wel gewoon gebeuren, dan betrek je ook de klant erbij. Van elke keer als jij een uitbreiding vraagt aan mij, dan loop ik hier tegenaan. En als ik nu één keertje tijd investeer om dit goed één keertje aan te pakken, dan zal je daarmee tijd besparen. Dat is een van de opties die je kan geven aan de klant. Van ja, maar dan moet ik nu geld uitgeven. Ja, maar dat aan de long run beloof ik je dat dat gewoon mij tijd gaat schelen. Dus dan is dat stukje herschrijven een goede optie. Als je een heel nieuw stuk gaat bouwen, dat je dan bepaalt van oké, we hebben wel met het team nu afgesproken dat we deze nieuwe standaarden gaan doen. Maar dit is nog een oud project, wat ga ik dan doen? Dat je kiest van oké, ik weet dat er een keertje dat er iets wordt uitgebreid, dat er misschien inderdaad weer een nieuwe site aankomt. En dat je dat nieuwe onderdeel, ja, alvast in je nieuwe werkmethode giet. Dat hebben we bij Camping Frankrijk hebben we dat gedaan. Toen wisten we ook dat er een nieuwe website aan zat te komen. En toen is collega Niels, achterin, die is al met de nieuwe techniek die we standaard elke keer gingen toepassen, is hiermee begonnen. Omdat hij wist, dit is, als ik dit niet doe, dan snij ik mezelf ook alleen maar in de vingers. En dan kost het me gewoon 2 keer zoveel tijd om dit project op te leveren. Wij werken nu tegenwoordig met Twig en WordPress. En dat zorgt voor zoveel tijdwinst. Daarom heeft hij gewoon de keuze gemaakt. Heeft hij overlegd met de rest van het team. Maar
heeft hij de keuze gemaakt om van, gaan we dit doen? Ja, doen, want dit komt ons ten goede en dat komt de klant ook ten goede. Ja, of een keertje compleet opnieuw beginnen. En dat gebeurt niet vaak. Heeft er wel eens een klant die zo lang al klant is dat je een keertje een rewrite hebt mogen doen? Hoe voelde dat? Lekker. Ja, fris. Ja. En het kwam ook later naar boven dat je dus, omdat je een rewrite hebt gedaan, dat je hem ook hebt beter kunnen, ja, hoe noem je dat, faciliteren. Dat met nieuwe dingen, ja, ja, ja. Dat is echt, ik vind dat ook, ik ben er altijd zo blij mee als dat een keertje dan toch echt moet gebeuren, maar ja, goed dat. Nou, een van de er zijn er een paar, ik had het over methodes, wat ga je dan doen? Want ik heb wat situatieschetsen gedaan, wat voorbeelden gegeven van wat er fout kan gaan en dit zijn een paar voorbeelden van waar wij op letten als wij een nieuwe website gaan bouwen. Separation of concern. Wie kent deze term? Ja, het wat ik er net omschreef met die sterretjes, met het gedrag, met de waardes. Als je dat allemaal een beetje uit elkaar weet te trekken, dan heb je de waarde van je rating, dan heb je de HTML, hoe het eruit moet komen te zien, en het stukje JavaScript dat voor het stemmen zorgt. Dat kan je samenvoegen en dat zorgt voor op, inderdaad, als je een review achterlaat, wil je ze alles inzetten en dan heb je dat stukje af. Op die andere pagina wil je het alleen maar bijvoorbeeld tonen. Dus dan heb je alleen maar dit lege blokje nodig en het hoe het eruit komt te zien. En dan heb je dat op die pagina. En als je, dat is die werkmethode. Het is nog niet iets dat je 1, 2, 3 doet. Je leert dat gaandeweg als je wilt gaan, gaan bouwen en zeg je, nou, ik wil het zo gescheiden op gaan zetten. Dan moet je het gewoon doen. En dan leer je het ook gaandeweg. Ze noemen dat ook wel het MVC, Model View Controller. Dus het model is de data, de view is het template, hoe het er visueel uit moet komen te zien. En de controller is die alles samenvoegt en het uitspuugt als het ware. Dus alles met een modulaire aanpak, alles lege blokjes zijn losse stukjes die één geheel zijn. Het is wel zo dat als je een modulaire aanpak hebt, dat je meer code hebt. Dus als dit je applicatie is, al dat aan elkaar knopen is wel een beetje extra werk. En dan moet je wel bij stilstaan dat dat bij het bouwen voor een beetje overhead zal zorgen. Maar die overhead die zal je, naarmate je met het project vordert, zal je die overhead echt binnen no time terugverdienen. Ik heb met Mark aan Financial Focus gewerkt en die moest, Mark, andere collega, die heeft nog nooit het project gezien. En ik zeg, Mark, ik heb je hulp nodig. We moeten iets uitbouwen. En hij was met een feature, was hij, ik geloof nog geen uurtje, anderhalf uur, was hij klaar. Omdat we die afgesproken modulaire aanpak hadden afgesproken. En hij weet dan ongeveer waar alles een beetje zit. En dat scheelt gewoon heel veel. Ik weet niet meer waarom ik... Ja. Je kan ook altijd duidelijk waar de grens precies ligt. Dat je zegt van, hier knip je het op. Ja. Als je probeert aan te houden als iets, dat noem je de model, de data, spullen dat uit een database komen, of je roept iets van een tevreden.nl, zo'n rating, zo'n review website, spullen op. Dat probeer je dan altijd te verpakken. Op het moment dat je ergens in een template dat alleen maar iets moet, HTML heeft, als je daar een stukje logica gaat schrijven om iets op te halen, dan moet je eventjes een lampje bij gaan branden. Oh, wacht, dat moet ik een soort van in quarantaine zetten, omdat dat alleen maar voor zichzelf is. En dan eigenlijk wil je het met één regel zeggen, maar ik wil het aantal sterren ophalen, één regeltje. Als je meerdere regels gaat doen, dan gaat een lampje branden van, oké, nu ben ik een stukje logica aan het schrijven in mijn HTML,
om iets op te halen. En dan, ja. Met JavaScript. Ja, het is een soort van standaard om geen inline JavaScript te schrijven. Maar dat kan je, als je dat in een los bestandje plaatst, dan voelt dat, is het ook al logisch. Van hier zit een stukje logica dat voor dat voor die interactie zit. Het bizarre is, je kan ook weer binnen JavaScript kan je ook weer datzelfde principe gaan toepassen, maar dan ga je wel heel diep. Dus dat is, heb ik ook in mijn conclusie staan. Je moet ook wel oppassen dat je niet te diep down the rabbit hole gaat. Neem het stapje bij stapje. Even kijken wat ik hiernaast heb. Een andere oplossing is denk in componenten. Vroeger dachten we altijd, ja, qua offertes denken we als, ja, daar hebben we een landingspage, die moeten we ontwerpen, zoveel uur voor. Een detailpagina, zoveel uur voor. Een contactpagina, zoveel uur voor. Maar op zo'n contactpagina of op een detailpagina kunnen blokjes, componenten, vaker voorkomen. Dus als er ergens een lijstje met gerelateerde berichten staat, dat precies dezelfde uitziet als de top 6 berichten op de homepagina, dan wil je dat niet twee keer gaan programmeren. Dan wil je, hoe het eruit ziet, wil je maar één keer programmeren. En dan moet je in een component gaan denken. Of zelfs kleinere onderdelen, zoals die buttons die ik eerder heb aangehaald. Je kan een button ook als een component zien. Dus als je hem in ieder geval een standaard styling geeft, dan weet je in ieder geval dat dat in de rest van de website ook goed is. En dat je dus niet ineens een ongestelde button, zoals ik had, eventjes ergens voorbij ziet komen. Even een vraagje, om wat bloed bij de hersenen te laten komen. Iedereen de vraag is, zijn dit dezelfde componenten? Nee. Iedereen die zegt ja, mag gaan staan. En iedereen die zegt nee, die mag blijven zitten. Dus ja, staan. En nee, zitten. Ja. Nou, de ja wordt in dit geval, en ik had eigenlijk de nee moeten belonen met staan, want dan kon je weer, het zijn dezelfde componenten. Onder water gebruiken ze het dezelfde HTML. Ze gebruiken dezelfde databron, want het is gewoon een nieuwsbericht. Het enige wat anders is, is de locatie op de website. En hoe we dit hebben gedaan, met een trucje en dat heet extenden met CSS classes. Wie van jullie heeft wel eens met Bootstrap gewerkt of een ander framework? Ja, die Bootstrap past ook deze methode toe. Als je, heb ik de volgende slide. Wat ik eigenlijk hier heb gedaan, is dit is de standaard weergave. Er staat hier teaser. Wij noemen dit teaser omdat het altijd een beetje een snippet dingetje geeft. Willen we een grote teaser hebben, het enige wat daar anders aan is, is styling. En daar hebben we een CSS class erop geplakt, die heet teaser large. En wat het dan doet is dat de categorie die wordt naar boven gewipt. De datum die zet ik gewoon heel simpel op display non. En ik zorg ervoor dat er een fiepje qua styling bij is gekomen. Maar dat is puur CSS. In de basis is het hetzelfde component. Alleen ik heb in CSS heb ik de styling alleen eens aangepast. Dus als ineens, we hadden een IE11 bug of zoiets dergelijks, of 10, waardoor de achtergrond niet goed getoond werd, hebben we maar één keer hoeven te fixen. Omdat dat vierkantje, dat is gewoon hetzelfde gebleven. En dat hebben we niet daardoor op vier verschillende plekken nog moeten fixen. Dus wat ik zei, frameworks zoals Bootstrap hebben dat ook. Je hebt een alert en je hebt een alert succes of een deentje. En dan krijgt die gewoon een ander kleurtje. Met CSS kan je dat extenden. Nou, dat opsplitsen, dat kan je nog verder trekken. Dat kan je nog dieper de down the rabbit hole in. Dit is een nieuwsbericht.
dit is een video en dit is een magazine. De databron van deze is wel anders, want je hebt een custom post type video of een custom post type magazine. Dus dat komt wel ergens vandaan. Maar het feit dat deze 2 hoog is of 1x1, dat hebben we losgetrokken van het feit dat het een nieuwsbericht is. Want stel nou dat ze gewoon een video een keertje 1 breed en 2 hoog willen hebben, om wat voor reden dan ook, en klanten zijn goed in wat voor reden ook verzinnen om iets te willen, dan zeg je nou, ja, geen probleem. Want dan zorg ik ervoor dat ik gewoon hetzelfde trucje met die CSS-classes. Nieuwsbericht is gewoon dat al hier alles staat, maar het format, zeg maar, dat het blok hoe het zich reageert qua layout, dat heb ik losgetrokken van, zeg maar, wat voor type het is. Dus door 1x2 op dit ding neer te zetten, is hij ineens 2 hoog of 2 breed geworden of gewoon standaard 1x1. En dit heeft heel veel tijd gescheeld en daardoor hebben zij zelf als redactie, hebben zij ook meer, was het super makkelijk om deze logica te implementeren voor ze. Want ze hoefden ergens in een dropdownje te zeggen, nou dit is 1x1 en opslaan en dan pop. En dan stond het alles ineens heel fancy anders in elkaar. Het zijn een paar dingetjes die je, dit is wel basis, maar ik vind het altijd fijn om eraan te herinneren. Mezelf, collega's, andere plugin developers, probeer geen ID's te gebruiken in bij het maken van je HTML. Ik heb met de WordCamp Rotterdam website, was het voor mij heel lastig om zaken te overschrijven, omdat ze qua styling, CSS, deden ze zo dat hekje, hash, die hashtag en dan gingen ze erop stylen en dan moest ik met important gaan werken en moeilijk en dat is, ja, moeilijk. Dat is echt heel lastig voor mij. En probeer niet te diep te nesten. Als ik een button op de homepagina heb, ziet iedereen dit een beetje of moet ik hem wat groter maken? Hoe meer puntjes en hoe dieper die selectors zijn, hoe moeilijker het is om dit ding te overschrijven. Dus als je gewoon button en button video play of menu item en nog een klas erop zet, dan maakt het je het leven veel makkelijker om zulke dingen te overschrijven. Dus wil je met componenten gaan werken, probeer dan niet te veel CSS selectors diep te gaan. Wij hebben ook objectgeoriënteerd programmeren, passen we toe. Dit is echt heel objectgeoriënteerd programmeren, kan je nog 3 workshops voor overgeven. Maar bij ons hebben we ook weer dat stukje overerven toegepast. Bij ons, plugins zoals Related Post voor WordPress of weer gebruikt was Download Monitor van Bodycoy. Andere dingen van WooCommerce heeft ook gebruikt ook objectgeoriënteerd programmeren en die hebben ook weer hun databronnen. Dan hebben ze een basis en daar proberen ze ook weer functionaliteit dat gedeeld wordt. Heb ik daar ook slides voor? Ja, daar heb ik gewoon netjes slides voor dan in plaats van. Je hebt een basis, dat is een nieuwsbericht. En je hebt een uitzondering op het nieuwsbericht, dat is de videopost. Want het enige wat daar extra op zit, is een hoe lang die video duurt. En voor de rest is het allemaal hetzelfde. Heeft het een titel, heeft het een videootje, heeft het een description, een omschrijving dat je gewoon in de WYSIWYG editor kan schrijven. Alleen de tijd, duratie is wat langer. En dan hoef ik dat alleen maar in die video te programmeren. En dan heb je, als je iets wilt aanpassen in de basis, hoef je dat maar op één plek weer te doen. En dat zijpelt dan weer helemaal zo terug van boven naar beneden. Zoals ik al zei, wij zijn echt fan van Twig. Wij hebben zelf Clarkson. Hoeveel tijd heb ik nog? 5 minuutjes. Nou, top. Wij hebben zelf een plugin geschreven en dat heet Clarkson. Clarkson Core, dat zorgt ervoor dat Twig beschikbaar is binnen WordPress. Twig is een template engine. WordPress zelf heeft niet echt een theming layer. Je moet altijd met PHP moet je je templates gaan schrijven. En daardoor
word je soms wel stiekem uitgenodigd om een beetje logica te gaan schrijven. Dat je WP query of get post in, daarin schrijft. En met Twig kan dat niet. Dus we beschermen onszelf ervoor om in de fout te gaan. Daardoor word je eigenlijk die separation of concern, om dingen uit te splitsen, forceren we al een klein beetje. En naast daarvan is dat Twig. Wie gebruikt de Timber? Kennen jullie dat, Timber? Ja, hoe vind je dat? Ja, goed. Ja, goed is ook wel een beetje lafjes uitgedrukt, omdat het gewoon, Twig is gewoon fantastisch om dat te kunnen gebruiken. Ik heb wel eens Willemijn en Mike, toen ze net met Clarkson begonnen te werken, vanaf het afstuderen, geloof ik. En dat ze dan wel eens een oud project moesten openen. Toen zeiden ze, ik wil terug naar Twig en Clarkson. En dat geeft alweer aan hoeveel blij je ervan kan worden als je iets zoals Timber of Clarkson kan gebruiken. Hier kan je hetzelfde principe ook weer toepassen. Dit is eigenlijk een standaard layout. Dit kan je homepage zijn, maar dit kan ook je detailpagina zijn die precies hetzelfde eruit ziet. Maar je wilt standaard in WordPress, heb je dus, wat is het, frontpage of index.php. Ga je daar code inschrijven. En dan ga je in single.php, moet je weer diezelfde code gaan schrijven. Omdat het dezelfde layout heeft. Dus dan zie je eigenlijk duplicate code te schrijven. Waardoor het betekent dat als je iets aanpast in de ene, dan moet je nadenken. Oh ja, dat moet hier ook aangepast worden. Nou, Twig zorgt ervoor. Oh ja, dus Twig zorgt ervoor dat, dat je één keer een layout schrijft. En dat je die dan ook weer kan overerven op een pagina, op een homepagina of op een single pagina. Waardoor je jezelf ook weer. Ik word helemaal blij van zeg maar, dit, ik doe dit dagelijks. En ik sta er nog steeds elke keer bij stil dat het me elke keer als ik een pagina of een template en dit uitvoer, hoeveel tijd het me scheelt. En ook in de toekomst hoeveel problemen het weer verhelpt of voorkomt. Ik zou zeggen, gebruik Clarkson. We hebben nu een handleiding geschreven over een instap. Simon, die is net bij ons komen werken en die heeft hem helemaal doorlopen en gaat prima. Timber is ook net zo'n, die is ook veel documentatie van over te vinden. Probeer het, ga er eens een keertje mee spelen. Kom nu aan het einde van de presentatie. Dus waarom moet je nou, of moet er niks. Waarom wil je nou die modulaire aanpak gebruiken? Herbruikbare code. Layouts kan je herbruiken. Je kan basisblokken HTML kan je herbruiken. Uitbreidingen worden eenvoudiger, zoals ik ook al zei. Wil je één achtergrondje op zo'n blok aanpassen, hoef je dat één keer maar te doen. Code wordt er ook testbaarder van. Op een gegeven moment, wij moeten nu voor projecten, best wel complexe projecten, er worden heel veel complexe berekeningen gedaan. Gaan we PHP unit tests voorschrijven. Maar dat moet op zo'n manier gedaan worden. Je code moet op zo'n manier geschreven worden. Dat modulair lastig niet. Als je het niet doet, dan kan je geen PHP unit test ervoor schrijven. Omdat dat haakt niet op elkaar in. Wij hebben echt gemerkt dat sinds we Clarkson zijn gaan gebruiken. En dus ook meer die modulaire aanpak hebben. Al die beetje die tips hebben kunnen toepassen, dat we echt minder support tickets hebben binnengekregen. Omdat de zaken gewoon veel minder omvallen. Of dat je minder te horen krijgt van, hé, maar hier staat het nog niet goed. Daar worden wij blij van en daar wordt ook de klant blij van. En dan heb je ook weer meer tijd en budget voor de klant om te werken aan zaken die ertoe doen, die waardevermindering, die voor waardevermeerdering zorgen. En klant blij. En daar zijn wij eigenlijk ook super blij mee. Dus omarm de modulariteit. Splits complexe dingen op. Ook stapje bij stapje. Want deze presentatie kan ook, je hebt ineens heel veel nieuwe dingen gehoord. Maar begin gewoon bij één onderdeel.
En breid het in de tijd, breid het uit. En spreek best practices af met je team. Wij zijn nu ook met de afgelopen, wat is het, 3 maanden hebben we versterking gekregen. En je moet eventjes afspreken met een team. Al werk je met z'n tweetjes, maar welke methodes je gebruikt. Ik kan wel iets verzinnen, maar als ik dat elke keer moet uitleggen aan een nieuwe collega. Ja, dit is mijn methode. Ik heb het een beetje. Wie kent de BEM met CSS? Dat is. Als je CSS schrijft, kan je een bepaalde methode toepassen. Een schrijfwijze om je CSS zeg maar op te splitsen. Als je zegt, wij gebruiken binnen het bedrijf deze methode. Er zijn online handleidingen over. Ik hoef het niet allemaal, zeg maar, zijn handje beter houden of haar handje beter houden om het helemaal uit te leggen. Dit passen we toe en gaan we lezen. Scheelt tijd, het is duidelijk. Soms kennen ze het al, omdat het een algemeen ding is. Hoe heet die schrijfwijze dan? BEM. B-E-M? M, ja, ik heb in de laatste sheet, ik heb ook in de laatste pagina ook een link naar waar deze sheet te zien is. Heb ik een paar linkjes van termen die ik hier heb genoemd of werkmethodes. Zoals dat opsplitsen en BEM bijvoorbeeld. BEM was voor mij ook nieuw. Maar ik heb het gelezen en het is gewoon een prima methode. En daarom heb ik die ook, zeg maar, omarmd. Geime Martinez, WordCamp Nijmegen. Wil je ze nalezen? Dan LVL. Ja, of levellevel.nl/talks of zoiets. Maar schrijf deze maar eventjes over. Het is een... kijken. Nou, ik kan niet. LVL.li/talks. En dan krijg je een redirect en dan kom je op de pagina van deze talk. Dit zijn de resources. Kan je lekker... het gaat nog niet regenen, het wordt weer heel warm. Dus dan kan je lekker in het zonnetje lezen. Dat was hem. Dankjewel. Okay. Heel interessant. Zijn er nog vragen vanuit de zaal? Oké. Fijn. Ik kom zelf uit de O-wereld, dus ik vind het heel erg warm van als ik dit zo hoor. Uit de objectgeoriënteerd zijn. Ik versta het niet. Objectgeoriënteerd? Oh ja, ja, ja. 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 Dan meer de C en de Java. Ja. Even een vraag. Het vastleggen eigenlijk van de attributen van jouw components. Zou ik zeggen van waarom die op de ene plek anders uitziet of anders gedraagt dan de andere plek. Ja. Waar leg je dat vast? Alleen maar in je CSS? Of heb je ook een attributenvel of zo dergelijks? Voor de video? Ja. Hij vroeg of de waar ik de attributen, zeg maar de toggle. Het aan- of uitzetten dat iets een kleine of een grote teaser is. Waar leg ik dat vast? Of dat het wel niet interactief is? Ja, nou dat is verschil per project. Bij de ene keer kan je dat aangeven dat in de afhankelijk is van... we hebben een admin-omgeving. Als we dan zeggen een flexible content ACF. Dan zeggen we, nou dit is een groot blok links. En dan... willen ze een top 5 lijstje hebben. Nou, omdat de admin aan de linkerkant heeft gezegd, dit is een groot blok. Nou, dan heb ik dat ingeprogrammeerd dat klasje er extra op komt te staan. Willen ze zelf die 1x1 of die 2x1 format gaan kiezen, dat hebben ze ook met in de WordPress admin gewoon op een template. Kunnen ze uit een dropdowntje selecteren van... deze moet 1x1 zijn en deze moet 2x1 zijn. En dan hebben we zelf eigenlijk dat grid zo flexibel gebouwd dat het allemaal in elkaar klikt. Maakt niet uit, ongeacht welke. Of 2 keer 1x1 naast elkaar staat of 2x1, 2x1 en 1x1. En als dat niet past, dan hebben we met JavaScript ervoor gezorgd dat het wel allemaal in elkaar klikt. Maar ja, dat complex stukje, maar... Daardoor werd het bij ons wel overzichtelijk. Geen standaard plekje te zeggen van zo hier is gedrag gedefinieerd van dat ding in veldje of... Ja, nou, ja, het is per use case verschilt het inderdaad. En je kan ook een include doen met template, met Twig. En dan kan je ook een extra parameter meegeven.
En dan kan je zeg maar, nou maak hier een teaser large van. Als ik dit componentje nu hier zo toon op single.twig en dan laat je dat op, bijvoorbeeld op de frontpage.twig, laat je dat gewoon weg en dan weet je dat het gewoon standaard is. Ja, dat is een beetje de, ja. Jij en u, ja, jij, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ik heb al een paar keer geprobeerd om dat modulaire programmeren in WordPress te doen. Alleen, ja. Ik loop eigenlijk altijd tegen hetzelfde issue aan. Ja. Op een gegeven moment ben ik gewoon helemaal de weg kwijt qua CSS klasnamen. Naming things. Ja, ja, precies. Ja. En dat, daar tips voor. Wat zeggen ze dat... naming things, met, dat het een van de, eigenlijk het moeilijkste is tijdens het programmeren en, dus het cache clearen. Dat, nee, ja. Lees even BEM door. Daar hebben ze wel wat tips om, qua naming convention. Probeer te vermijden dat, dat je iets red blok noemt, want in de toekomst kan het ineens een blue blok worden. Dus dan kan je beter zeggen highlighted blok in plaats van ja, red blok. Ik heb zelf ook nog steeds wel eens dat ik erachter kom dat ik iets verkeerds heb genoemd. Alleen wat ik dan wel doe, is dan verander ik het. Omdat, nou, wel de logische naam. Want als de developer na mij ernaar komt, loop je tegen hetzelfde dingetje aan. En dan wil ik niet dat hij ook een half uur aan het nadenken is, ja maar dit... Dit, ik had het eens een keertje met Willemijn had ik iets genoemd. En jij dacht, waarom heet dit zo? Ik zeg, ja, sorry. Ja, nou, dan zeg ik, nou, dan gaan we dat nu gelijk eventjes aanpassen naar een goed naampje. Dus je merkt ook dat als je iets bouwt, dat als je doorontwikkelt, dat soms iets niet helemaal lekker zit. En dan pas je dat ook aan. En omdat je dat netjes allemaal gescheiden hebt, dan is dat ook een stuk minder moeilijk om aan te passen. Ja, ja, alsjeblieft. Ja, dat nog. Je zei van, denk niet in pagina's, maar in componenten. Ja. En daar hou ik zelf ook heel erg van. Ja. Wat ik in de praktijk merk is dat bij de klant soms de redacteur die het vervolgens gaat onderhouden, die stap nog moeilijk kan maken. Dus dat die het heel ingewikkeld vinden, dat ze dat blokje dan weer op een andere plek moeten onderhouden dan de tekst van de basispagina, zeg maar. En lopen jullie daar ook tegenaan en hoe ga je ja. Ja, omdat we eigenlijk meer tijd winnen tijdens het bouwen en het onderhoud, kunnen we ook meer tijd besteden aan hoe we onze ACF-pagina's, ik noem gelijk ACF, dat is onze go-to tool, hoe we die redactiepagina's indelen. Wat we ervoor zullen dan, ja, echt eventjes wat, we proberen er gewoon wat langer over na te denken. Het is lastig. Ik weet niet, iemand anders een tip erover? Dat als je het hier verandert, dat het dan vervolgens ook weer op 6 andere plekken ook mee verandert. De klant heeft gevraagd om verandering. Dus ja, het betekent dat niet alleen het aan de voorkant verandert, maar ook aan de achterkant verandert. Ja. En aangezien de technologie ontwikkelt, zal de klant ook mee moeten ontwikkelen ja. In het ontwikkeltraject. Ja. We kunnen... Als mensheid niet statisch blijven kijken ja. Naar WordPress of WordPerfect ja. 5.1. Hè? Dat, ja, ik heb dat ook wel eens inderdaad een kennisje die eigenlijk had gewoon een nieuwsbericht aanmaken. Maar die had op een gegeven moment een pagina aangemaakt en die had ze blog genoemd. En dan ging ze de inhoud van elk blog ging ze in die content, in de WYSIWYG-editor plakken. En toen zei ik, ja maar dan komen die posts niet meer op de... In die sidebar widget niet meer erbij van de laatste 5 berichten. Of op de homepagina had ik een lijstje gemaakt. Had ik gezegd... En dat vatten ze niet. En ja, dat was herhalen. Wat soms heel goed werkt is mensen het een keer fout laten doen. Ja. Dat ze beseffen dat dat een goede manier is. Ja. En dat omarmen ze die ook echt volmondig. Precies dit verhaal, ja. Dat heb ik echt een keer meegemaakt ook. Ja. En mijn klant die deed dat gewoon. Ja. En toen zei ik, hey Willem, kijk, zie je, daar gebeurt dat en dat gebeurt altijd ja. Niet. Ja. Oh. Ja. Zal ik het voor je bouwen? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is een beetje begeleiding. Ja. En dat, ja, begeleiding van de opvoeden van de mensen met wie je samenwerkt, ja. Ja, klopt. Het is lastig hoor, altijd.
Nog één laatste vraag, korte vraag, iemand? Ja, ik wil ook. Ja, heel kort. Ja. Kun je je componenten ook gebruiken voor verschillende klanten of krijg je dan last met eigendomsrechten? Taken? Als wij iets bouwen wat we kunnen hergebruiken binnen projecten, hebben we daar issues mee met eigendom? Geen issues mee, omdat we er geen issue van maken. Ik heb niks te zeggen. Kunnen we dit knippen uit deze video hier, alsjeblieft? Nee, dat was zacht. Oké. Oh, ik heb het niet gehaald. Oh, ja, ik heb. Ja. Bij ABN hebben we ook wel eens een. Vroeger drie verschillende afdelingen. Vroeger ze om dezelfde fietsen, omdat het gewoon ABN breed werd doorgevoerd. En we kregen de drie dezelfde vragen. Toen heb ik met Christian Saampjes hebben wij gewoon een generiek ding gebouwd. En dat hebben we ingezet. We hebben een uurtje geklokt op dat project. We hebben een uurtje geklokt op dat project. En een uurtje op dat project. En, ja. Oké. Dankjewel. Alsjeblieft. Jij bent er straks ook weer voor de barcamp. Ja, ja, ja. We hebben nu even een korte pauze van een kwartiertje. Als je meer wil weten over de Ruby CLI, dan is er straks een barcamp over hier. En voor nu, nou ja, dus de ene laatste keer in ieder geval, dat we gaan weer zien. Goed, blijf maar.